Welkom bij een overzicht van Curious Cargo. Curious Cargo is een spel voor 2 spelers vanaf 12 jaar en over een potje doe je ongeveer 30 tot 60 minuten. En het is een spel wat echt helemaal specifiek voor 2 spelers gemaakt is. Dus je kan het ook echt alleen met z'n tweeën spelen. En het is een heel uitgebreid en tactisch 2-spelerspel. Ja, klopt. Maar hoe ziet een ronde er nou uit? Want je speelt telkens rondes totdat het spel is afgelopen. Nou, je begint met de constructiefase en dan ga je tegels neerleggen op jouw persoonlijke spelerbordje. Als iedereen dat gedaan heeft, dan ga je door naar de trucking phase. En dan gaan de vrachtwagens van het ene spelerbordje naar het andere spelerbordje rijden. Die gaan proberen goederen in te laden en uit te laden. En als dat gebeurt, dus begin je weer vooraf aan. En dat gaat dus door tot het spel is afgelopen. Ja, je moet het eigenlijk voor je zien alsof we tegenover elkaar zitten. We hebben het even zo neergelegd, maar voor dit spel is tegenover elkaar wel echt handiger. Want die vrachtwagens die gaan dus rijden van jouw spelerstableau naar die van de andere speler en weer terug. Het doel van het spel is dat je zoveel mogelijk goederen gaat verplaatsen van de machines op jouw bord naar de vrachtwagens. En dat wil je eigenlijk vooral aan deze kant. Je gaat dan connecties maken van 1 kleur, bijvoorbeeld deze blauwe. Die loopt van de machine zo naar de uitgang van nummer 4. En als het jou gelukt is om zo'n connectie te maken, dan ga je sowieso naar voren op dit spoor. Dat is al heel fijn. Maar dan kunnen de goederen ook verplaatst worden. Die blauwe goederen die gaan dan namelijk van de machine zo de vrachtwagen in, als hier tenminste een vrachtwagen ligt. En die vrachtwagens die gaan weer verplaatsen naar het spelersbord van de andere speler. Die kunnen ze eventueel weer uitladen, maar daar komen we zo op terug. Maar dat is dus het doel van het spel. Goederen zoveel mogelijk gaan verplaatsen naar de vrachtwagens. Ja, maar wanneer eindigt het spel nou? Want dat blijf je gewoon doen totdat er een manier is om het spel te eindigen. En dat zijn er behoorlijk wat, moet ik zeggen. Je kan eigenlijk gewoon beter het blaadje erbij houden tijdens het spelen, want zoveel opties zijn er. Ik pak het er even bij, inderdaad. Heel slim. Ja, het spel eindigt als je een bepaald aantal goederen hebt vervoerd, dus van een machine naar een vrachtwagen toe. Je hebt 2 verschillende modules eigenlijk. En bij deze staat het hier, zijn dat 9 goederen. Dus als iemand dat doet, dan wordt het spel geëindigd. Het eindigt ook als iemand 4 sterren heeft verzameld. En je kunt op sommige plekken kun je sterren verzamelen, bijvoorbeeld door 10 verschillende de connecties te maken. Is een heel moeilijk doel. Is heel pittig inderdaad. Het kan ook eindigen als die zak leeg is, want daar zitten nieuwe tegels in die je uiteindelijk neerlegt op je spelerspotje. En als laatste kan het ook eindigen als de stapel met truckkaarten leeg is. Daar hebben we het nu nog niet over gehad, daar komen we zo op terug. Maar als ook die stapel leeg is, is het afgelopen en dan ga je dus kijken wie er gewonnen heeft. Elke ronde in Curious Cargo bestaat uit 2 fasen. En de eerste fase is de constructiefase. In de constructiefase heeft iedere speler 3 acties die je gewoon tegelijkertijd uit mag voeren. En eigenlijk kun je maar uit 2 dingen kiezen. Je mag een tegel pakken uit deze zak. Daar staan die leuke weggetjes op. Of je mag een tegel plaatsen. En dan mag je hem natuurlijk op je spelersbordje neerleggen. Pak jij een tegel en besluit je dat je hem niet gaat plaatsen, dan mag je hem bewaren in je storage. Daar heb je ruimte voor 2 tegels en alleen de bovenste tegel daarvan mag je gebruiken om te plaatsen. Dus zorg ervoor dat je de goede tegels niet onderop legt, want dan kun je er voorlopig niet bij. Maar dat zijn dus de 2 acties die je kan doen, een tegel pakken of een tegel plaatsen. Ja, maar bij het plaatsen van de tegel moet je natuurlijk met een paar dingen rekening houden. Uiteraard. Dat is logisch. Maar het is niet heel ingewikkeld. Je mag namelijk een tegel neerleggen waar je maar wil. Je mag hem dus ook hier neerleggen, dat hoeft niet aansluitend te zijn. Het leuke is als je hem ergens overheen legt, bijvoorbeeld hier overheen, dan krijg je ook die bonus die op het spelersbordje staat. Je mag zelfs een tegel over andere tegels heen leggen. Hartstikke idee. Dat kan soms handig zijn om net een andere connectie te maken. Het mag ook dat je hem zo neerlegt dat hij maar op 1 kant rust. Alleen moet je er dan zo'n fiche onder leggen. Daar heb je de 5 van aan het begin van het spel om dat hoogteverschil op te lossen. Dus die mag je zo neerleggen. En als laatste kun je dus op sommige plekken op je spelersbordje en ook op dit pad hier, kun je van deze tokentjes krijgen. Die kun je inleveren voor 2 extra acties. Dus dan mag je bijvoorbeeld nog 2 tegels pakken of 2 tegels plaatsen. En je kunt ze inleveren voor zo'n splitter. Dat is eigenlijk een heel klein tegeltje met een kruising erop. En dat is heel handig om op sommige plekken neer te leggen. Na de constructiefase gaan we allemaal naar de truckfase. En ook die kan je weer simultaan spelen als je dat wil. En in deze fase kan je eigenlijk 2 dingen doen. Je kan of een truckkaart spelen uit je hand,
Of als je merkt dat je geen kaarten meer hebt, kan je twee tegels afleggen om een truckaart te kopen. En dan mag je gewoon de bovenste van de stapel pakken. Een truckaart kan je op twee manieren spelen. En je mag er eens spelen voor maximaal 2 AP. Dat zie je hier staan. Ik zou dus deze kaart kunnen spelen voor 2 AP. Maar ik zou ook deze beide kaarten kunnen spelen die samen 2 AP vormen. Ik kan hem op twee manieren spelen. Ik kan hem voor de onderste spelen, de bonus. Dat zijn eigenlijk nieuwe tegels die je uit het zakje kan pakken. In dit geval 2. Of ik kan hem spelen voor de truc zelf. En dat is deze. Dan moet ik even zoeken naar de juiste. Dat is deze. Die leg ik dan hier aan de zijkant van mijn bordje neer. En dan kunnen we goederen gaan laden. In dit geval loopt mijn blauwe lijn hier zo door. En mag ik dus een blauwe grondstof van mijn bordje hier laden in de truck. En zoals je ziet, in sommige vakken zit al iets. Dus daar mag je nooit goederen plaatsen. Maar als er een vrij vakje is en je hebt een aansluiting, dan mag je eindelijk goederen gaan laden. Ja, en er zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. Aan het begin van de truckfase en na elke vrachtwagen die gespeeld is, ga je dus kijken of er een goed vervoerd kan worden van een machine naar een vrachtwagen toe. Er zijn nog een paar andere dingen belangrijk. Het kan namelijk zomaar zijn dat in een volgende ronde je nog een truck speelt en dat die hier zo achteraan komt. Dan schuif je die truck die er al ligt, die schuif je door. En als de tweede truck ook maar een stukje op mijn spelersbordje komt, dan rijdt hij helemaal door naar mijn spelersbordje toe met second hier bij de 1. En dan ga je kijken of ik een connectie heb lopen van een machine naar deze uitgang, waar dus al een goed ligt. Nou, mocht het zo zijn dat ik van deze machine een uitgang heb hier naartoe naar nummer 4 met een blauwe connectie, dan mag ik dit blauwe goed hier neerleggen op mijn ontvangstgedeelte. En dan krijg je ook direct de bonus waar die op komt te liggen. Ja, en dat goederen ontvangen is een stuk moeilijker dan goederen versturen. Het is ook niet per se nodig om het spel te winnen, maar het levert je wel heel veel extra punten en bonussen op. Dus je hebt aan de ene kant de goederenlijnen die de goederen in de vrachtwagens laden. En aan de andere kant heb je, als het goed is, goederenlijnen lopen die goederen kunnen ontvangen als het juiste goed bij jouw juiste kleurconnectie staat. Inderdaad. En er is nog één laatste fiche om rekening mee te houden. Dat is namelijk dit fiche. En op sommige plekken hier op dit spoor kun je erop aankomen. En dat geeft namelijk aan dat je eigenlijk een extra actie mag uitvoeren. Als je deze speelt, dan mag je een truckkaart trekken en heb je nog wederom 2 AP om deze kaart te spelen en een extra vrachtwagen toe te voegen. We hebben al uitgelegd hoe Curious Cargo tot een einde komt. Maar als het spel dan is afgelopen, hoe weet je dan wie er gewonnen heeft? Ja, daar moet je ook even goed rekening mee houden. Ja. Want er zijn een paar dingen waar je naar moet kijken. Nou, je moet minimaal 2 goederen vervoerd hebben van elk soort dat in het spel is. Als dat niet gelukt is, dan kun je het spel niet winnen. Daarna ga je kijken naar de sterren. Er zijn verschillende plekken om sterren te scoren. Bijvoorbeeld als je het einde van dit pad hebt bereikt, dus je hebt 10 actieve connecties gemaakt. Of als je bijvoorbeeld heel veel goederen hebt ontvangen, dan krijg je een ster. Maar dat merken wij tenminste, heel vaak is het dan nog steeds gelijkspel. Ja. En dan ga je kijken naar de punten. En er zijn heel veel manieren waarop je punten kan verzamelen. Zoveel mogelijk goederen moet je vervoerd hebben of ontvangen hebben. Dan ga je dus kijken naar de punten. En degene met de meeste punten, die wint dan het spel. Yes, wat vind jij van Curious Cargo? Ja, het is echt fantastisch hoe uitgebreid het spel is. Ik ben echt fan van het spel. Want er zitten al heel veel spelersbordjes in. Er zit nog een extra variant in. Dan speel je de achterkant van deze tegels die een donkere kant heeft. Zit er gewoon een extra goed in? Heb je 3 goederen om rekening mee te houden? Inderdaad. En dan moet je dus van alle 3 de goederen en minimaal 2 vervoerd hebben om het spel te kunnen winnen. Wel leuk, want dan kan je weer niet focussen, waardoor het veel spannender is om te winnen. Inderdaad. Dus het zit heel goed in elkaar. Wat vind jij van Curious Cargo? Ja, superleuk. Het biedt zoveel herspeelbaarheid, omdat er zoveel spelersbordjes in zit. Zeker als je de promo hebt. Ontzettend leuk. Het is een heel uitdagend en pittig 2-spelerspel. De eerste keer zul je best even de handleiding ernaast willen houden om even te weten wat al die stappen ook alweer waren. Maar als je hem helemaal door hebt, is het heerlijk. Ja, helemaal mee eens. Dus zoek je gewoon een pittig 2-spelerspel met behoorlijk wat regels. Maar als je ze door hebt, speelt het gewoon heel soepel. Dan is Curious Cargo een dikke tip.